Hallo iedereen! Ik ben er weer, ZeldaPlayer20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Indiana... Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, sorry, in de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat dit eigenlijk gewoon een tempel is die gewoon bij Indiana Jones moest komen. Nieuwe vijanden. Felix de Phoenix. Ik bedoel, sorry hoor, maar daar ziet hij er wel naar uit. Wat je wil doen is wel met een zwaard wil je, of met je zweep wil je hem naar je toe sleuren, zeg maar. En dan wil je hem helemaal kapot rammen met, ja, met je zwaard. Qua movie quote gooi me gelijk in, dat was de movie quote Felix de Phoenix. Felix is een Phoenix. Nou, welke film zou ik het over hebben? En ik wil hem helemaal compleet hebben. Er zijn meerdere films van, weet ik. Bla bla bla. Ik wil een complete filmtitel hebben. Waar kwam Felix de Phoenix in voor? Heel erg belangrijk. Niet vergeten. Oké, dit gaat dadelijk mis. Kan ik alsjeblieft ervoor zorgen dat dat beest mij niet raakt? Kan ik alsjeblieft zorgen dat ik hier overspring? Kan ik alsjeblieft ervoor zorgen dat ik hier veilig sta? Mooi. Goed. Wat we gaan doen is best wel creepy. Want we gaan... naar een andere dimensie. En eigenlijk aan de andere kant lijkt dat wel heel erg veel op die Indiana Jones film waar ik al de hele tijd aan het referencen was in de vorige aflevering. Maar moet ik wel zeggen dat het helaas op de enige film lijkt die ik niet zo leuk vind. Oftewel Indiana Jones Temple of Doom. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Maar ja, Temple of Doom is ook eigenlijk niet zo'n goede film, laten we eerlijk wezen. Wat je wil doen is je wil zorgen dat zijn dinges geval dat zeg maar naar beneden gaat. Ja, je wil zorgen dat hij zijn kop omlaag doet, waardoor dat zeg maar de binnenkant van die tempels, tot dat ervoor gaat zorgen dat wij zeg maar naar die... sorry. Nee, wat we willen doen is we willen zorgen dat hij dus zijn... Ja, dat hij van verdieping verandert, laat ik het zo zeggen, waardoor dat we dus in die kamer terecht kunnen komen waar dat die sleutel lag. Dank je! Soms is het echt lastig als je zo aan het spelen bent, weet je wel, dat je dan niet uit je woorden kan komen. Dat is best wel vervelend op sommige momenten. Ken ik hier gewoon zo. Hé, hey, dat kan. Hartstikke leuk. Ik heb geen zin in moeilijke sprongen. Moeilijke sprongen zijn gewoon veel te moeilijk voor mij. Verdomme. Zul je net zien, hè, dat ik nou die deuropening weer niet kan vinden. Het spel lacht me uit. Nee, maar dat is dus nou de bedoeling. We zijn daar nou boven geweest en wat nu dus de bedoeling is, is dat we... Oh, kom op, ik shake de... Ja, nou wel, hè, hier. Nou, hou ik alleen maar mijn nintje omhoog en dan ga je wel in één keer lopen tollen. Net doe ik het en dan... Haha, ik ga alleen maar met mijn hoofd boven water. Lekker puh. Hier dan. Doet lekker pijn. Nou, veel plezier ermee. Koper Lodi gaat vieren, koper 2 viert mee. Koper 3, ik vier het niet. Oh, wat een suf rijmpje. Weet ik. Nou, maar dan in ieder geval, als we hier nou naar beneden toe gaan... Als we hier nu naar beneden toe gaan... Dank je. Komen we dus... Dit is nog niet helemaal beneden, of wel? Jawel, dit is helemaal beneden. Komen we dus uit in die duistere wereld wat we dus net zagen. De duisternis zit hier. Nou, deze beesten zijn heel moeilijk kapot te krijgen. Deze beesten krijg je alleen maar kapot met Skyward Strike. En dan de Fatal Blow. Dat is de enigste manier waarop dat je deze beesten dood kan krijgen. Deze beesten zijn ook de enigste beesten die heel af en toe, en geloof me, als ik zeg heel af en toe, dan bedoel ik ook heel af en toe, een evil crystal kunnen laten vallen. Dus, je wil ze verslaan, hopelijk dat je dan een evil crystal kan vinden. Evil crystals zijn rare. Die zijn heel rare. Dus, het zou leuk zijn als deze beesten inderdaad er eentje laten droppen. Je kunt deze beesten, deze zombie moblins, kun je vergelijken met Redeads van Ocarina of Time. De zombies van de Wind Waker. En hoeveel andere vormen dat ze ondertussen wel niet hebben. Nou, op dit moment, tot nu toe, heb ik geen geluk met Dark Crystals van hun te krijgen. Ondanks dat ik de Treasure Metal heb. Laat ik het zo zeggen, je hebt 1% kans zeg maar, tot deze beesten een... Evil Crystal droppen. En met de Treasure Medal heb je 5% kans. Kijk! Evil Crystal. Zoals ik al zei, het is dus heel erg zeldzaam. Oké, ik kan het natuurlijk mis hebben. Misschien is het met de Treasure Medal 10%. Maar... Zoals ik al zei, het is heel erg zeldzaam om die kringen te krijgen. Dus... Waard is om mij nog één keer zo proberen te knuffelen. Het nadeel is...
waarom dat je ze zeg maar alleen maar dood kan maken met een fatal blow. Anders kun je erop blijven rammen totdat je ja, er gewoon echt moe van wordt. Weet je wel, dat je van die zweethanden krijgt, dat je echt zoiets hebt van... Hoe lang moet het nog? Ja, daar word je niet echt vrolijk van. Er is nog een beest eigenlijk dat een evil crystal kan laten vallen. Keys. Evil keys. Dit zijn flame keys, dus die tellen helaas niet mee. Maar je hebt dus ook zeg maar... Dank je voor je claw. Dank je claw. Je hebt dus zeg maar ook... ja, die zijn dus zeg maar een soort van verbonden met een soort zwarte rook. En dat worden evil keys genoemd ofzo. Of ja, spirit keys. Ik heb geen flauw idee. Maar ja, het mooie is als je die dus zeg maar... Die laten ze ook aan de top. Alleen die kom je niet in deze tempel voor. In ieder geval, volgende tekening. Normaal zou ik rubies pakken. Maar aangezien dat ik ga proberen nou een Triforce te tekenen. Want die hebben we nog niet gehad. Oké, nou even kijken hoor. Een Triforce. Dan teken je zo. En dan teken je zo. En dan... zo, zo, zo. Nou, die is niet verkeerd. Dat is op zich wel een mooie Triforce. En hij pakt hem ook als Triforce. Heel erg mooi. Nou, dan krijg je dus veetjes. Nou, dan heb ik ze bijna allemaal laten zien. Er is er nog eentje die ik niet heb laten zien. Maar ja, oh ja, ik heb er nog eentje die ik kan laten zien eventueel. Ik was even vergeten dat ik al genoeg voor me had. Dat was best wel eng. Wat je ook doet trouwens, val niet in deze smurrie. Deze smurrie zorgt ervoor dat je zwart een tijdje niet kan gebruiken en geeft schade. Dus zorg ervoor dat je niet in die smurrie valt. Nee, dat is gewoon eventjes een reminder voor niet in de smurrie te vallen. Wat je wil doen hier is, je wil zorgen tot dat stroming gebeuren hier, dat dat stopt. Daar is maar één manier voor. Wat je wilt doen is, je moet daar hier nog geloof ik in sturen. Niet vergis hoor. Het is een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb, dus... Hoi! Ja, hier zit de schakelaar. Oh! Heb ik weer, hoor. Ik kan weer niet sturen voor... Nou. Mag ik even naar dat oog weer? Ja, begin maar weer te piepen, hoor. Daar! Ben ik blij met de speed-up. Nou, zoals je ziet, zeg maar, dankzij dat gebeuren... is die waterval gestopt en kunnen we dus zeg maar de echte reden vinden voor die een bom. Want waarvoor zou daar een bom liggen en waarvoor ja, zouden we die niet kunnen gebruiken? Nou, de manier op... Ja, de reden waarom dat hier die bom ligt zeg maar is dat je die bom... Die wil je met een beetle meenemen. En ik ben bang dat ik nou niet... Nee, dan kan ik niet speeduppen. Jammer. Nou, en die bom zeg maar, die wil je gebruiken om dit ding erop te blazen. Dat is de enigste reden waarom dat je hier die bom hebt. Voor de rest hoef je niks op te blazen. De enigste reden waarom dat die bom daar zeg maar staat, het is gewoon zeg maar om dat ding op te blazen. Dus weer een beetje extra gepuzzeld. Best wel leuk in de tempel. Alleen serieus, we hebben al zoveel puzzels gehad. Het is wel een beetje genoeg geweest zo. Oh jee. Hier zie je, nou heb ik dus die rare... wolk om me heen en dan kan ik dus mijn zwaard niet gebruiken en mijn items kan ik niet gebruiken en dan moet ik dus wachten tot dat opgelost is. Heel vervelend, dus alsjeblieft, dankjewel. Goed, nou gaan we weer een beetje platformen, want het lijkt wel Super Mario. Dat ging maar net goed. Nu gaan we helemaal omhoog klimmen. En vanuit hier moeten we naar hem toe springen. En als ik me niet vergis, moeten we eerst hier naartoe. Want we hebben daar dus zeg maar zo'n draaischijf. En die draaischijf die gaat, als ik me niet vergis, de verkeerde kant op. Dus eens even kijken hoor. Want hier hebben we een ketting lopen. Ah, hier omhoog. Maar op zich vind ik dat wel een mooie gimmick, weet je wel. Want die draaischijf die gooit je rechtstreeks in die spikes. En dan kun je wel je hardren truc gebruiken. Maar dan kom je er nog niet vooruit. Dan kom je er nog tegen die spikes aan. Dus... vandaar dat je die cirkel wil omdraaien. En dat je dus zeg maar zo gaat. Want dat brengt ons gelijk hier terecht. Hartstikke handig. Oh, zombie. Serieus, man. Nou beginnen we een beetje... Ja. Ik heb al een movie quote gegeven. Dus ik kan er niet nog eentje maken. Jammer. Dus... nog eentje? Serieus? Dus eigenlijk kan ik gewoon de zin zeggen. Resident Evil. Zombie apocalypse with moblins. Kijk, een evil crystal. Serieus, ik heb evil crystals nodig. Mafkees, stinkdier.
Afgekeurde zombie. Afgekeurde zombie met de Z. Nee, jullie zombies zijn zo afgekeurd dat jullie naam schrijft met een S. Of moet ik zeggen met een S. Oké, dat was wel heel slecht grappig. Maar dat maakt niet uit. Daar doen we het voor. Nou, wat we hier dus willen doen, en dat vind ik ook weer leuk verzonnen. Nou hebben we dus die schakelaar omgezet. En om zeg maar naar de plek te moeten waar dat we eigenlijk naartoe willen komen, moeten we die schakel nog een keer omzetten. Tot hij dus zeg maar weer terugdraait zoals dat hij al stond. Om ervoor te zorgen tot dit wiel hier. Wiel? Ja, wiel. Tot dit rad hier, of hoe dat je het ook uit van schelden kan meetrekken. Tot dat zeg maar dus omdraait. En een andere kant op gaat. Heel erg belangrijk. Want anders komt het nooit zeg maar aan deze kant. Toch vind ik dit ook weer een hele interessante puzzel. Ik kan er niks aan doen. Ik vind ze interessant. Sommige dingen zijn een beetje langdradig. Of overbodig. Maar deze vond ik wel interessant. Nou, hier komen we dus bij één heel grappig punt van het spel. Als je hier naartoe gaat, kunnen we eventjes zorgen dat er hier een snelheids... weggetje komt, zeg maar, dat je snel van de ene kant naar de andere kant kan gaan. Dat je niet dus zeg maar weer heel dag puzzel overnieuw moet gaan doen. Hier willen we omhoog klimmen. En er gebeurt best wel iets freakies. Zul je zo wel zien. Hier komen zombie moblins achter je aan. Deze zombie moblins heeft geen nut om die te verslaan. Deze zullen nooit en ten nimmer een evil crystal droppen. Tenminste, ik heb het geluk nog nooit gehad. Dankjewel. Het enige nadeel is, we proberen je stamina omlaag te breken. En die houden je dus zeg maar vast. En dan moet je je dus los zien te wringen. En gewoon doorklimmen. Dit is de enigste manier. Je kunt wel weer naar beneden gaan om ze te verslaan. Maar ze blijven op dit punt oneindig komen. Maar we zijn er al doorheen. Dus we hoeven nergens geen zorgen over te maken. Nou, als je hier dan eenmaal boven bent, kom je dus zeg maar dat je op het laatste plateauotje bent, waar we dus nog niet zijn geweest in deze hele freaking tempel. Het enige verschil wat we willen doen, is we willen eventjes hem raken. Ik doe het met de zweep, kan ook met de hand. Maar ik vind het leuk om de zweep te gebruiken om de Indiana Jones stijl een beetje hoog te houden. Wat we willen doen, is we willen deze schakelaar weer omzetten. Want, zoals we hebben gezien, daar zit dus die kist met... Weet dat de sleutel. Volgens 4 is dat maar 85% kans, maar wij weten wel beter. Maar ja, als dat ding erop gaat staan, dan kunnen we natuurlijk niet bij die sleutel komen. Dus wat we willen doen is, we willen gewoon naar beneden springen. Niks aan de hand. Automatisch hou je het touwtje weer vast. Ik snap ook niet hoe dat werkt. Zombies die zijn weg, kunnen hier gewoon terug naartoe lopen. Ja, ik pak die hamer eigenlijk ook wel weer op. En zoals we hier kunnen zien, zijn we aan de voet van die tunnel. En daar hebben we ons kistje. Nou, dit is gemeen. Let op. We hebben de sleutel! Jee. Zombies gaan onze deur versperren en het standbeeld komt naar beneden toe. Een of andere klootzak heeft hij een schakelaar omgezet. Maar ja, blijkbaar op het moment als je daar weggaat, dan bevriezen die zombies zich in plaats en hebben dus geen zin om achter je aan te komen en worden gewoon verpletterd op deze manier. Nou, het probleem is, nou zou je dus denken van, oh nou, dan kan ik die deur doorlopen en dan kunnen we zo naar de baas toe. Mis. Dat kan niet. Er is een of andere eikel geweest, die heeft die schakelaar weer omgegooid. Drie morale vier. En daardoor moeten we dus zeg maar weer deze weg nemen. Als we het over een eikel hebben, zeg maar, die dat allemaal weer voor elkaar heeft gefriekt. Dan weet je dat ik het over keren waarschijnlijk heb. Want waarom zou die schakelaar die gaat niet automatisch, laten we het zo zeggen. Maar goed, we hebben de sleutel te pakken gekregen. En volgens mij ben ik gewoon ook nog eens helemaal de kaart vergeten. Dat ik de kaart nog niet eens heb van deze tempel. Tenminste, volgens mij niet. Nee. Maar ja, schijt aan die kaart. Waarom? Dit is de manier zoals ik altijd de watertempel heb gedaan. En bij mij is een 100% run alle hartjes. En alle upgrades die je kan krijgen. En kaarten, serieus joh. Ga dan lekker mee lopen kaart als je wil. Dat zijn echt van die minuscule dingen waarvan ik zeg van, nou sorry hoor, maar die mogen van mij wel geskipt worden. Nou, dat ding weer omhoog. Anders komen we zeg maar niet bovenuit. En dan kunnen we dus eindelijk naar de baas toe. Nou, het leuke is, we zitten nu bijna 15 minuten in deze afleveringen. Afleveringen. Serieus, dan zeg ik dat we weer bijna 15 afleveringen in deze minuut zitten. En nou zeg ik weer dat we dus 15 minuten in deze afleveringen zitten.
Praten gaat goed als je een let's player bent, zeg. En spelen tegelijk. Zo. Maar ja, heel veel die kunnen dat natuurlijk niet zich eigen voorstellen. Maar aan de ene kant kan ik dat wel weer begrijpen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, nou probeer het maar eens, weet je wel. Constant informatie te geven. Op te letten tot alles van de opnames nog goed werkt. En dan nog eens een keer het spel spelen. En dan nog eens een keer proberen goede informatie te geven over het spel. En een goede audiocommentaar te geven. Best lastig hoor. Maar ja, als je het niet gelooft, probeer het zelf uit. En word een let's player. Zo makkelijk is het helaas niet hoor, om een let's player te worden. Heel veel die zeggen dan, weet je wel, van ja, let's play, dat is zo makkelijk, want je zet alleen maar een camera voor je scherm en je kunt het zo wel opnemen. Dat zijn altijd de ergste let's players. Ik heb niks tegen andere let's players die het proberen of die gewoon ervaring op willen doen, weet je wel, maar dan die eigen dunkerigheid van ja, moet er mee eens kijken hoe goed dat ik kan let's playen, blub, 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 blub. Ja, dan denk ik bij mijn eigen jongens, serieus, waar ben je mee bezig? Sowieso is kwaliteit bij een let's play heel erg belangrijk. Net zoals de upgrade, weet je wel, van mijn video, van mijn video's tegenwoordig. Ik neem deze dan vandaan op in HD, weet je wel. Dat is toch wel een verbetering met kwaliteit en zo. En net zoals dat ik nou een andere videoformatie gebruik om ervoor te zorgen dat de video's dus nog mooier zijn. Dus kwaliteit is heel erg belangrijk. Geluidskwaliteit is belangrijk. Het audiocommentaar wat je geeft is belangrijk. De humor die je erin gooit is belangrijk. En natuurlijk het bewerken en de special effects en weet ik het allemaal nog meer is allemaal belangrijk. Maar goed, genoeg gezeikt over wat er allemaal wel niet belangrijk is en wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Het is tijd om deze sleutel te doen. En deze sleutel is een van de makkelijkste sleutels van heel de Legend of Zelda. Een bloemetje! Oké, nou, ik moet jullie wel eventjes vertellen, joh. Dit is gewoon dadelijk de vetste baas ooit. Dit echt, deze baas is bij mij altijd, en dat zal altijd ook blijven, de winnaar van de bazen in The Legend of Zelda Skyward Sword. Ik vind deze baas zo vet, zo uniek. Ja, ik ben hem aan het opbouwen, hoor, want hij komt er dadelijk aan. Nou, echt, die is zo gaaf, deze baas. En dat wil ik jullie natuurlijk wel meegeven. Nou, als je in ieder geval die vier schakelaartjes extra losmaakt, dan hebben we het langnek idee van de Efteling. En die brengt ons, zeg maar, naar het dak van de tempel. Ligt er nou serieus een Amber Relic hier? Waarom zoveel Amber Relics? Je hebt ze niet zoveel nodig in dit spel. Jeetje. Het lijkt wel alsof dat het een soort is van, hey, probeer er eens 100 van deze te verzamelen. Dat zijn de Gratitude Crystals. Serieus, Amber Relics zijn niet zoveel nodig. Maakt niet uit. Tijd voor de meest vetste baas. De meest awesome baas van het spel. Oh god, hem ook weer. Wat doet hij nou weer hier? You certainly are persistent. I'm terribly busy trying to find the clues that will help me revive the Demon King. Your insistent buzzing around my head like some irksome gadfly when I'm this busy, well, it's making me very disagreeable. Oh jee, hij knipt met zijn vingers. Hartstikke leuk. Was dat alle tekst die je had? Ja, jullie dachten voor een seconde dat ik Kirahim de beste baas noemde. Nee. Deze motherfucker is echt de beste baas ooit. Koloktos! Nou, dan denk je bij je eigen, hoe kan dit nou een hele vette baas zijn? Hij zit vast op de grond, je kunt er bijna niks mee doen. Hij beschermt zijn dingetjes. Wat je wilt doen, is hij gooit zeg maar met zijn handen op je af. En op het moment dat hij dat doet, wil je er dus voor zorgen dat je met je zweep, dat je zeg maar zijn handen er een beetje van afschroeft. Op het moment dat je dichtbij hem in de buurt staat, gooit hij met zijn handen zeg maar en dan kun je die handen eraf rukken. En dan wil je hem dus zeg maar in het midden van zijn lichaam raken. Dat is zeg maar zo'n rode diamant, lijkt een beetje op Final Fantasy 9 als je dat ooit gespeeld hebt. Dat is een zwakke plek zeg maar. Nou, op zich in het begin denk je bij je eigen van, oh dat valt wel mee, het is best wel een makkelijke baas. Ja, hij kan dus ook zijn zwaarden die hij heeft,
Die kan hij dus ook op jou afvuren, zeg maar, als een soort wapen. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Nou, je wilt dicht bij hem in de buurt komen. Zodat hij wel, zeg maar, de hele tijd in de grond probeert te rammen. Oh. Kom op, jongen. Kom op. Nee, niet zo. Als je, zeg maar, te dicht bij hem in de buurt komt, dan probeert hij ook met de messen, zeg maar, te raken. Oké, daar is hij al. Oké, one for the money, two for the show. En dan kom ik op je af. En dan ram ik je helemaal naar de sodemieter. Oh, heerlijk die baas. Oké, nou, op het moment dat hij zijn messen, zeg maar, zo laat vallen, gaat hij gemeen worden. En episch. En vet. En awesome. Wat je wil doen. Let op. Hij duwt Stijgen uit de grond. En wordt een mobiele baas. Tot hij niet meer vast zit op één punt. En haalt eventjes 6 zwaarden tevoorschijn. Dit is behoorlijk intimiderend. Dit is behoorlijk creepy. Dit is awesome. Nou, wat hij doet is precies hetzelfde als net. Hij probeert jou te raken met die 3 zwaarden. Je krijgt zo'n zwaard te zien. Van, hey, kijk eens, er ligt hier een zwaard. Nou, dan wil je, zeg maar, met een paar zwaarden doen. Pak zijn zwaard op. Rent op hem af. En wordt geraakt door een van zijn aanvallen. Pick up. Wat je wilt doen is, je wilt met zo'n zwaard, wil je ze hem zoveel mogelijk slaan als de ziekte. Sla zijn benen eraf, sla zijn armen eraf en raak dat rode ding in het midden. Raak dat ding als een sodomieter, want dat is een zwakke punt. Met een van zijn eigen zwaarden ben je sterker als met je eigen zwaard. Dus het is heel belangrijk om een van zijn zwaarden op te pakken als je daar de kans voor hebt. Op het moment dat je hem geraakt hebt, komt hij in een soort van razernij en dan komt hij op je afgelopen, zeg maar, als een bulldozer die nergens voor terugdeinst. Oftewel wil hij dit gevecht makkelijk winnen. Als hij die aanval door had blijven gaan, had je nooit kunnen winnen. Oh, wat doet hij nou? Oh ja, en hij kan zombies oproepen. Dat ook nog eens een keer. Nou, daar word je niet vrolijk van. Maar deze zombies die gaan nogal snel kapot. Oh, daar had ik club bij. Mag ik even een zwaardje van jou lenen, makker? Ja, mag dat? Wat lief. Nou, kom ik eventjes je benen er even onderuit hakken en eventjes als een maloot op jou hard rammen. Vind je vast er zeker niet erg? Vind je vast er zeker wel prettig als ik eventjes dat even kon doen? Mag ik even? Hallo, zijwaarts. Dank je. Het enigste nadeel is natuurlijk wel op het moment dat je hem een paar klappen hebt gegeven, is dat je je zwaardje weer kwijt bent. Dat vind ik best wel jammer. Oké, nou, ik maak wel weer dat ik wegkom, want jij gaat weer als een dolle tekeer. Ik vind het wel vet hoe dat hij die aanval doet. Zo, nee. Ja, ik kan ook wel een andere movequote hiervoor maken, maar dat zou ik maar niet doen. Maar ook als je eigenlijk naar deze baas kijkt, dan zou het eigenlijk... Deze baas, oké, volgens mij hebben ze een soortgelijke baas gebruikt in de film Tomb Raider. Weet je wel, ook zoiets wat je... Dat zo, zeg maar, uit het niks in één keer tevoorschijn komt. Zo, dat zijn wel heel erg veel zombies die je nou in één keer om afgooit. Oké, gooi je zwaarden, jongen. Dankjewel. Pak ik hem even op. Ja. En dan gaan we weer even hakkie-takkie. Weg is je hartje dadelijk. Haha. En het leukste is, die zombies, daar hoef je je dan nog niet eens meer druk over te maken. Want die zombies, die raak je toch wel met zo'n gigantisch zwaard. Dus. Nee, maar volgens mij was in Tomb Raider ook al zo'n soort baas. Maar hij zou zo in Indiana Jones kunnen. En hij is vet. Het is eigenlijk gewoon een stuk rommel, weet je wel. Met van die Kerahim-zut, zeg maar, ertussenin. Wat het bij elkaar houdt. Maar ik vind het echt een fucking vette baas. Daar kan ik niks aan doen. Deze baas is de beste in heel The Legend of Zelda Skyward Sword. Hij staat zelfs volgens mij... Ja, ik heb mijn lijst nou niet bij de hand, maar uit mijn hoofd, zeg maar, staat hij ook heel erg hoog op mijn favoriete bazen van The Legend of Zelda. En dan bedoel ik de hele series. You got a heart container! Yay, we hebben 13 hartjes! Ik ben zo blij! Wat ik nou eventjes wil doen is gewoon doorlopen. Want nou komen we bij iets... Nog vetters. Nou oké, de baas is heel erg vet en echt nog vetter is het niet, maar dit is wel fucking awesome. Sorry. Ja, we krijgen nou echt zoveel in één keer naar ons hoofd toegesmeten. Wat we willen doen hier in deze kamer is, we willen ons zwaardje pakken en je raadt het al, een Skyward Strike tegen dat ding doen. En dit wordt vet. Dit wordt echt vet. Hé, kijk, een vlam. Waren we daar niet naar op zoek?
Goeie vuur. Oh, vier, wat doe je nou? Verbrand je jezelf? Maak je eigen af? Alsjeblieft, doe. Daar worden wij vrolijk van. Reis jij zwaard, master. Zwaard, master. Nou, en wat we dus nou op dit moment zien is, we zien de vlammen zeg maar in het zwaard gesmeten worden. En kijk zelf maar wat er gebeurt. Wow. The flames of Aurora have improved your sword, making it longer and sharp enough to do twice as much damage. Zo, dus ons zwaard doet meer schade. Awesome. Awesome. En dan maar te bedenken dat we nog twee vlammen eigenlijk moeten. En om er nog even een schepje bovenop te doen. De Triforce of Courage. Nu al geeft het licht in ons handje. Vet. Alleen Vee verpest dit nou niet. De Sacred Flame has purified your blade, enchanting and involving it. Gaaf. En dan moeten we denken dat we nog twee vlammen te gaan hebben. Oh, dit wordt zo awesome. We just got now enchanted. You are ready to learn a new melody. We should return to the Isle of Songs. Mag ik heel even genieten van de awesomeness van mijn zwaard nu? Alsjeblieft. En mag ik heel eventjes genieten van de awesomeness die we net hebben gehad? Weet je wel? De awesomeness die we net hebben gehad met de baas. Weet je wel? Die baas die we net hadden. Die was ook fucking vet. Ah, the sword you carry is different since I last saw you. Yes, I see it is much improved. To think the god has chosen hero is but a mere boy. Quite a twist. Chosen hero or not, you do not yet possess the strength required to wield the full power of that blade. Nee, dat weten we. We hebben er nog twee nodig. You must train yourself further. Devote yourself wholly to this task. Farewell, boy. Nou, tot ziens. Dag. Vergeet niet te schrijven. Dag. Zakkerijn. Dus. We hebben nu dus zeg maar één vlam te pakken gekregen. We hebben 1562 rubies op het moment. En er zitten dus zeg maar weer heel veel Goddess Cubes in de lucht die we dus zeg maar weer kunnen activeren. Wat ligt hier nou weer? Is dat weer zo'n Ember Relic? Jezus, hoeveel van die kringen geven ze ons wel niet? Maar goed, in ieder geval, ik ga nou wel een einde wenden aan deze aflevering. Dus wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken natuurlijk. Voor de filmquote, jullie weten het. Felix de Phoenix. Felix de Felix, whatever. Phoenix, whatever. Ik wil een complete film hebben met een complete titel ervan. Omdat er meer films van zijn gemaakt. In de volgende aflevering natuurlijk laat ik jullie wel weten welke film dat het was. Ik hoop jullie dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. In de volgende aflevering denk ik dat ik eventjes een beetje weer ga focussen op een paar... Focussen? Ik wou focussen. Ik zeg... Ga focussen. Maakt niet uit. Waar we even gaan focussen zeg maar op een paar sidequests. Dat we weer een paar kistjes open hebben. Misschien zelfs meer hardcontainers en misschien meer zooi kunnen kopen. Dus sowieso bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Doei!